Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Clio DCI 90, dus net een 90 pk 1500 dieselmotor in de uitvoering Expression. De kleur van deze auto is rouge vlam, rood metallic. Deze auto heeft mistlampen voor, LED dagrijlampen. Parkeersensoren achter. Hier de bagageruimte van de auto. Die is eventueel uit te breiden door de achterbank neer te klappen. En de hoedenplank kan er uiteraard uit. De achterbank kan in twee ongelijke delen weggeklapt worden. Hier achterin, onder de mat, een bandreparatieset. Met onder andere een elektrische bandenpomp. Hier de achterbank van de auto met drie hoofdsteunen achterin en drie driepuntsgordels. Hier in het bestuurdersportier de bediening van de beide elektrische ramen en de spiegelverstelling. Hiermee kun je de linker en de rechter buitenspiegel bedienen. Links naast het stuur het verlichtingshendel en de bediening van de mistlampen. Hier op het dashboard koppel-op hoogteregeling, de regelbare dashboardverlichting, de knop om de parkeersensoren uit te schakelen en de knop om het stop- en startsysteem uit te schakelen. Hier de bekleding van de voorstoelen en de bestuurdersstoel heeft hoogteverstelling. Hier op het stuur de knoppen van de cruise control en de snelheidsbegrenzer. Tussen de beide voorstoelen zit de hoofdschakelaar daarvan. Als je hem aan de voorkant indrukt, staat hij op de snelheidsbegrenzer en aan de achterkant staat hij op de cruise control. De snelheid die je instelt kun je op het dashboard zien. En met plus en min stel je hem dus in. En daar kun je zien waar je hem op instelt nogmaals. Met 0 hou je hem eraf, dan zit hij met geheugen en met R pakt hij de oude snelheid weer op. Hier het dashboard van de auto met groot digitaal in het midden de snelheid. Rechts naast het stuur de bediening van de ruitenwissers met de regelbare interval. En aan het uiteinde daarvan de knoppen van de boordcomputer. Hiermee kun je op en neer bladeren door de boordcomputerinformatie. Daaronder de radiobediening. Je kan hier met de hand aan het stuur met de vingertoppen de belangrijkste radiofuncties bedienen, zoals hier het volume. Aan de achterkant zit een draaiwieltje voor de voorkeurzenders. Met deze kun je de telefoon oppakken. Je kan dus via Bluetooth een telefoon verbinden, die kun je hiermee bedienen. Dat is de audio source knop. Hier het scherm van het multimedia systeem. Dat is dus een 7-inch touchscreen. Het systeem wordt aangeleverd door LG. Die heeft dus radio- en mediafunctie, dat wil zeggen USB en auxiliary ingang daar. De telefoon kun je via Bluetooth verbinden en je kan ook audio streamen, dus muziek afspelen die op je telefoon staat. Hier ga je naar de kaart. Daar is die. En hiermee activeer je het navigatiesysteem. Deze auto is voorzien van. Even laten zien. Oh. Van compleet Europa.
aan het begin. Hier zit de volumeknop, die kun je ook vanaf hier doen, maar die kun je dus ook vanaf het stuur doen. Hier het verwarmingspaneel met de knop van de airco. De beide startkaarten, die hebben allebei een afstandsbediening van de centrale portiervergrendeling. En hier de startknop om de auto mee te starten en uit te zetten. 5 versnellingen. Nou, hier tussen de stoelen dus die hoofdschakelaar van de cruise control. Hier het dashboardkastje met de boekjes. En de beide voorspeakers, of dat zo te zien is, zijn basreflex speakers. Dus die hebben een extra basuitgang. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website. En graag tot ziens bij Garage Bakker.